We spelen altijd wel redelijk. En, weet je wel, maar ja, de eerste drie punten zijn nog steeds niet binnen. Dus zondag moeten we echt met z'n allen gas gaan geven om die eerste drie punten bij elkaar te rapen. En ja, dat moet kunnen, zou ik zeggen. Jasper Meijnans, om maar mee te beginnen. Hoe hebben jullie als groep de bekeruitschakeling verwerkt? Ja, ik denk in twee opzichten eigenlijk. Ik denk, we hebben een goede kant van de wedstrijd kunnen zien. En ja, op het laatste natuurlijk helaas ook een mindere kant. Ik denk dat we wel een goede wedstrijd hebben gespeeld, voetballend gezien. We hebben meer over de grond gespeeld, denk ik, dan in de rest van de wedstrijden. Dus dat is een goed vooruitzicht voor de volgende week. Zondag natuurlijk tegen Heerenveen thuis. Dus ja, op zich wel goed gevoel eraan overgehouden. Waar uitzicht dat nog meer in dat goede gevoel? Want dat zal niet alleen maar ballen laag over de grond spelen zijn. Nee, dat is zeker waar. We hebben natuurlijk met een paar andere jongens gespeeld. Die hebben natuurlijk ook de kans gekregen. En ik denk dat er veel jongens het goed hebben ingevuld. En ja, dat betekent dus ook dat als er blessures gaan komen, dat er goede wissels kunnen ingaan vallen. En ja, dat is natuurlijk ook mooi. Een van de jongens was jij, hè? Eerste basisplaats bij Sparta. Hoe vind je dat je het hebt ingevuld? Ja, wel redelijk. Ik denk dat ik gewoon goed voldoende heb gespeeld. Ik denk dat ik misschien hier en daar wat meer risico had moeten nemen. Maar voor een eerste keer denk ik wel. Risico waarin? Misschien wat meer ballen naar voren spelen. Eigenlijk waar mijn kwaliteit ligt, had ik misschien wat meer kunnen doen. Maar ik denk vaak de bal gehouden, niet veel balverlies gehad. En ja, wel tevreden. Je kijkt wel met een blik van kritische feedback naar jezelf. Ja, dat doe ik altijd wel eigenlijk. Ik heb veel goede verhalen gehoord over de wedstrijd. Alleen ik vind dat het wel beter had mogen gaan. Maar dat kunnen we misschien zondag weer laten zien. Dus dat hoop ik. Tegen Heerenveen. Want wat moet er dan zondag tegen Heerenveen beter ten opzichte van ADO volgens jou? Qua teambelang of voor mezelf? Allebei. Ik denk qua teambelang... niet heel veel. Ik denk dat we in de eindfase gewoon veel duidelijker moeten zijn naar elkaar. De eindpases moeten veel beter zijn. Waardoor we eigenlijk sneller 2-3-0 kunnen maken. En dan is de wedstrijd gewoon eigenlijk al klaar. En nu kregen we een verlenging en nog penalties natuurlijk uiteindelijk. En ja, dat doe je eigenlijk jezelf aan. En voor jezelf? En voor mezelf, ja, ik hoop dat ik inderdaad wat ik net al zei, meer ballen, ja, gewoon meer risico durf te nemen. En lekker thuis hier op het kasteel, dan moet dat helemaal goed gaan komen. Ja, de kans is natuurlijk groot dat jij weer speelt. Ouwe Zar nog steeds geschorst. Ja, wat betekent dat voor jou dat de trainer jou nu het vertrouwen geeft om gewoon vanaf de basisminuten te maken? Ja, dat is een goed gevoel natuurlijk. Daar hebben we het samen wel over gehad. En ja, ik blijf gewoon mijn best doen op trainingen en ook in de wedstrijd natuurlijk. En met de invalbeurten die ik krijg, geef ik gewoon 100% gas. En ja, dan probeer ik zoveel mogelijk voor het team te doen. Heb jij voor je gevoel jezelf bewezen in die invalbeurt? Of ligt dat op trainingen? Ik denk wel in beide opzichten eigenlijk. Ik denk dat ik in wedstrijden altijd mezelf 100% gas, altijd mezelf 100% geef, sorry. En ja, op trainingen sowieso ook. Ik zit lekker in mijn vel, dus ja, dat probeer ik door te trekken natuurlijk. Is dat dan ook de trainer die op een gegeven moment in een gesprek met jou aangeeft van Sven, ik ben heel tevreden over je, als je zo doorgaat, dan zit je tegen de basis aan? Of nou, het staat zoiets gewoon? Nee, niet per se dat hij een heel gesprek met me aangaat, maar hij geeft gewoon seintjes af van dat het gewoon goed gaat en dat ik er dichtbij zit. En dat ik gewoon zo door moet blijven gaan. Komende zondag dus tegen Heerenveen. Jullie snakken nog steeds naar die eerste drie punten. Is dat gevoel verergerd na de bekerwedstrijd? Ja, tuurlijk. Het is wat je zegt. We spelen altijd wel redelijk. En, weet je wel, maar ja, de eerste drie punten zijn nog steeds niet binnen. Dus zondag moeten we echt met z'n allen gas gaan geven om die eerste drie punten bij elkaar te rapen. En ja, dat moet kunnen, zou ik zeggen. Ja, maar gaat er dan nog niet iets knagen bij jullie van waar blijven ze? Nee. We hebben nog een heel lang seizoen te gaan. En ja, dat zal niet heel lang meer duren. Je zegt het moet kunnen zondag. Heerenveen is ploeg in vorm, ook nog maar één keer verloren, staat vierde. Ja. Waar baseer je dan op dat het toch wel moet kunnen? Ja, lastige vraag. Ik denk ja, we hebben gewoon een hele goede ploeg staan. En vooral voetballend zijn we erg goed, denk ik. We hebben natuurlijk de eerste paar wedstrijden misschien dat wat minder laten zien. Maar ik denk dat als we met wat meer lef gaan spelen en gewoon volle druk vooruit. En wat ik al net zei, gewoon echt de kansen afmaken die we krijgen. Dan denk ik dat het echt wel goed moet komen. Ja. Succes zondag. Dankjewel.